Na 3 World Cup overwinningen en een Europese titel lag de volgende alweer voor het grijpen. Jurie van Gelder werd zondag voor de 2e keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen op de ringen. De uitslag was geen verrassing, van Gelder is nog altijd een klasse apart. Nou nee, maar het was wel even werken geblazen. Ik bedoel, ik had een oefening gedaan. Ik had gehoopt om weer een mooi puntenrecord neer te zetten. En ik moet zeggen dat de sfeer eigenlijk wel heel goed was. En, heel bevorderlijk voor jou, kan ik me voorstellen. Ja, op zich wel. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik heb wel op zich redelijk hard voor moeten knokken. Ik bedoel, het is toch een soort van een beetje einde seizoen, zeg maar. En voor de zomer, het NK, laatste wedstrijd. En dan is sowieso wel wat redelijk relaxed. Maar ik vond het helemaal super om hier in Ahoy de wedstrijd te turnen. Ik bedoel, het was een hele mooie hal, mooi podium, mooi grote zaal, publiek, alles. Het was gewoon, het was leuk. Je hebt bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat betekent een NK dan nog voor je? Een NK betekent gewoon toch wel veel voor mij natuurlijk. Dit is een van de weinige wedstrijden waarbij je iets kan laten zien voor het Nederlandse publiek. Ik bedoel, bijna alle wedstrijden zijn in het buitenland. En is het NK altijd wel heel erg leuk om te doen. Sowieso voor jezelf natuurlijk en voor het Nederlandse publiek, voor de fans. Ik bedoel, die missen volgens mij over het algemeen redelijk wat. Live beelden, zeg maar. En dan is het gewoon heel erg leuk om dit ook zo te doen. Ben je verrast door het aantal mensen wat hier op bezoek komt? Ja, ik vond dat het redelijk druk was. Ja. Ik denk dat het een mooi voorproefje is voor volgend jaar. En ik denk dat we daar wel goed mee bezig zijn dan.